Welkom bij een nieuwe video van Dierenpraat TV bij Pippi's Opvang op Curaçao. Ik neem jullie vandaag mee, het is zaterdag en we gaan alle dieren verzorgen. Ik begin eerst bij mezelf en dat is een shake. Elke ochtend pak ik zo'n eiwitshake. Ik doe een vitamine buistablet en hier heb ik mijn tabletjes. Dit is een multivitamine, creatine, biotin, voor je nagels en voor je haar, en glutathione. En dan kan de dag beginnen. De ezeltjes zijn stout geweest. Ze hebben de elektrolyten die in het drinkwater moeten gepikt. Dat is heel zonde. Daar ben ik niet blij mee. Etters. Daar hebben we Santos en Ariel. En Santos die is aan het verbouwen. Die is dus dit helemaal aan het verbouwen. Maar ja, dan wel een beetje de verkeerde kant op. Want hij maakt het stukje in plaats van dat hij er iets moois van maakt. Hé meneer? Ik heb wat dingen opgeschoven en dakplaten eruit gebroken. Dat is wel een beetje jammer, Santos, want die moest nog gewoon voor de hondjes zijn. Voorlopig. Komen jullie mee? Gaan we eten. Santos heeft wel zoveel last van vliegen, maar hij wordt heel boos op mij als ik vliegenspray opspray. Dus daar wil ik eigenlijk niet te veel doen. Maar ja, dan zit je heel de dag onder de vliegen. Kom, ga eten. Ariel, kom hier. Kom. Santos. Kom. Ik ga vandaag heel veel poep scheppen. Ik heb hier gisteravond al het hooi klaargezet voor ze. Doen jullie? Goed zo, Ariel. Dus dan kunnen ze lekker hooi eten en dan ga ik even brokjes pakken. Tadaa! Yep. Kom zo, ook naar binnen. Alle ezeltjes even hier naartoe om te eten. Oh, de paardjes. Komen jullie eruit? Natuurlijk sterren, lieve. Kom maar. Nacho? Kom maar. Oh, ben je toch gammel aan het worden, oude baas. Kom maar. Oh, ik heb gisteravond laat nog een bananenplantje gemaakt. Met mijn eigen gemaakte potgrond. Ik ben helemaal trots op. Ik doe dan in die bakken daar zo. Die badkuipen. Daar doe ik dan paardenmest in. En doe ik elke keer een beetje nat maken. En dat laat ik dan een half jaar liggen. En dan krijg je echt gitzwarte, perfecte potgrond. En die andere bak is nou leeg daarnaast. Op die waar die haan op staat. Die zit nu helemaal vol met nieuwe mest. Leg ik allemaal die balken erop. En dan straks vul ik die andere bak ook. En dan over een half jaar hebben we weer perfecte potgrond. Oké, eruit. Kom. Ja, kom. Let's go. Oké, de paarden krijgen nu allemaal een bakje. De ezeltjes kunnen dan hier zo hun eigen brokjes eten. Die mogen niet te veel, dus daarom zet ik ze even apart. En anders gaan ze bij de paarden stelen. Zo, deurtje dicht. De runderen staan nu ook apart, dus die kunnen ook apart eten. De varkens hebben een eigen plekje waar ze kunnen eten. Dus dan ga ik hun nu mee naar voren nemen. Komen jullie ook? Oh, mijn heel klein wondje. Oude duiven zijn de brokjes. Ik had een bak met brokjes. Die wilde ik aan de varkens geven, maar hij is al bijna leeg. Die was niet opgegeten. Kom. Sterre heeft allergie. Dus die heeft helemaal kale ogen. Dat komt omdat ze tegen die planten allemaal staat aan te schuren. En die planten die geven allergie af bij haar. Dus ze heeft helemaal roze oogjes. Dat is wel zielig. Maar als ik zijn vliegenkap omdoe, dan gaan ze allemaal op elkaar lopen jagen. Dus daarom doe ik maar gewoon een paar keer per dag overstappen. En dan gaan ze
gaat het best redelijk, buiten dat het wel een beetje roze is. Kom, we gaan eten. Daar komen ze aan om te eten. Varkens staan ook al klaar, die willen ook eten. En dan heb ik hier zo het varkensvoer. Let me see. Varkie, koetje, koetje, koetje. Eén varken, deze is altijd vooraan, maar die andere gaat niet zo heel lekker. Die heeft last van zijn pootje of zo. Heeft hij al heel lang. Maar er is geen dierenarts die er naar wil kijken. Dus dat is echt heel irritant van hier op een eiland wonen. Want het zijn hele schuwe varkens en ze worden ook agressief als je ze wil pakken. Dus je moet ze wel eens met een verdoving op afstand schieten, zeg maar. En daar heeft niemand echt zin in. Hij komt wel, maar het duurt wat langer. Ja, er is echt wel iets met pootje aan de hand. Onder de balk door. Oh, moet het nog. Ik moet hem eigenlijk even eentje hoog hangen. Zo, lekker broekjes eten. Dit is voor de ezels. En dan gaan we de kippertjes eten geven. Luikje open, die doe ik 's nachts altijd dicht. Dat als er iets groots op het terrein komt wat hier niet hoort, dat er niet meteen die kippen allemaal dood zijn. Zodat ze wel gewoon beschermd zijn. Dus 's avonds als ze vanzelf in de hok gaan, tel ik ze eventjes allemaal. En dan doe ik dat schuifje even naar beneden. Het is alweer een hele tijd later, het is ook alweer een stuk warmer. De man van de diepwel is gekomen, want er zijn problemen met de timer op de pomp. Want die hoort elke 10 minuten aan te gaan, of elk uur 10 minuten aan te gaan, zodat de poel van de zwijnen lekker vol loopt. En dat de koeien daar ook in kunnen koelen. Maar die timer die werkt niet. Dus ik ben daar op hem aan het wachten. En in de tussentijd heb ik dit dus helemaal schoongespoten. Oh, daar vliegt een rietje in mijn oog. Want Rijk, Sam, Jesse, Mick en Spot zijn gecastreerd. En Rijk die had er echt een smeerboel van gemaakt. Dus ik heb het even lekker allemaal schoongespoten. Dus dan is dat weer helemaal oké. Jesse en Sam zijn even hier in de sluis aan het wachten. Want ik heb zoveel water gebruikt dat nou deze hele achtertuin is één grote blubberbol. Dus als ik Sam hier nou, of Rijk hier nou in ga laten lopen, dan is binnen mum van tijd weer een zoortje. Dus ik laat dit even wegtrekken. Ik hoop dat de pompman komt. Het is altijd zo zonde van mijn tijd. Want dan sta je de hele tijd te wachten. En eigenlijk moeten de honden gewoon achter eten. Maar goed, niks aan te doen. Dit is nou schoon. Dit is onze hondenman. Speciaal bed voor de honden. En waar liggen ze te slapen? In de kast. Peppertje. Zit Peppa verstopt in de kast. Schattig. Heb je een lekker plekje, Peppa? Lekker. Hier. Oh, heb je jeuk? Heeft de boom jeuk? Laat ik even krabben op jouw ruggetje. Oh, je wilt graag een pet. Pet. Ik
Ding. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Dat is mooi, bed? Ja? Hoppakee. Shakira, lieve meisje. Ik ben dit aan het schoonmaken. Dat moet ook elke dag gebeuren. Bonita. Hallo meisje. Zo, nou, het wordt een weekendvlog, want elke keer probeer ik de stelling te filmen, maar dan vliegen de uren weer ineens voorbij. Nu ben ik in de auto met Cola, omdat het helemaal niet goed met haar gaat. Gisteren wel contact gehad met de dierenarts. Ik was donderdag met haar op controle. Toen ging het zo goed en toen zei hij, ja, stop maar met de hartmedicatie en zo, want waarschijnlijk is het een kapotte ziekte. Nou, overal mee gestopt en Cola die zakte als een kaart thuis in elkaar. Toen heb ik dus gisteren met de dierenarts geërfd van, wat doen we hiermee? En toen zei hij, ga maar even langs. Toen dacht ik, nou, laten we nog even één avondje aankijken. Ik had vis gemaakt met rijst, maar dat wilden ze niet eten. Ik had een heel toren gebouwd van worstjes en van alles en nog wat. Dat wilden ze dus allemaal niet hebben. Dus nu is het zondag en ben ik dus onderweg naar de kliniek. En dan om weer waarschijnlijk nieuwe hartmedicatie op te halen. En dan hopelijk dat ze weer opknapt, want ze wil nu echt helemaal niks eten. Ik ben weer terug van de dierenarts. Cola staat weer op de medicatie. Ze heeft alles geprikt gekregen. Dus als het goed is, binnen een paar uur voelt ze zich weer beter. Dan staat ze weer gewoon netjes op de hartmedicatie. Prednison moet wel afgebouwd worden, want dat is niet zo heel goed voor de hart. Ik heb net vis voor haar gemaakt met rijst, want dat is beter voor haar lever. Haar lever is ook vergroot. Dandy, Baloo en Priva zijn weer naar binnen. Ik heb de paarden water weer gegeven, alles even bijgevuld. De ezels lagen heel lekker te chillen. Ik heb nu Spot en Nicky lopen. Het is nu inmiddels bijna 1 uur, dus ik ga heel even zelf ontbijtje doen en eten. En dan vanmiddag de rest. Lucas en Pantera moeten nog los. Sus en James en Puk en Jochie, dus dat doe ik dan straks na de pauze. En ik moet nog een hele hoop gaan poep scheppen. Echt veel. En alle tuinen nog even schoonmaken. Dus genoeg te doen voor vandaag nog. Jessie en Sam zijn beide geholpen. Jessie gesteriliseerd en Sam gecastreerd. En dan heb ik ze een tijdje voor in de quarantainetuinen gehad. Maar nu kunnen ze weer lekker achter. En dan vinden ze het toch ook wel weer echt heel fijn. Want hier hebben ze gewoon meer de ruimte en meer vrijheid. Dus lekker een schoon zwembadje, vers water. Kunnen ze hier weer al vlotten. En Sam? Kom eens kijken, Pukkie. Jochie. Hey. Hallo. Hoe is het met jullie? Hi. Hi, schatjes. Lekker het rennen, hè? Ga nog maar even rennen. Mag nog wel. Wil je een knuffeltje? Koppakee! Doe die tuintjes helemaal schoon. Dat zijn de laatste hondjes voor vandaag. Jochie, kom! Kom jongen. Jochie wil altijd heel graag buiten spelen. Zo, lekker eten. En Slabby ben helemaal vies, fukkertuk. Hij is zo lekker vies. Hi, Jochie. Zo lekker vies. Oh. En nu van schoon bed. En hele schone tuin. Lekker slapen vanavond.
Oh, wat een haast. Hiva. Een gekke bui. Showpaard. Lekker zo showen. Beauty. Santos. Kus. Kom eens. Poefie. Santos. Hi. Kom eens even knuffelen. En hoe is het met Ariel? Sta je weer te schuilen achter je grote vriend? Santos, ben je vies? Je moet in bad. Hoe is het met mijn snoetje? Ja, jij bent nog een beetje schuw, hè? Jij vindt allemaal dat aaien een beetje eng. Santos niet. Santos houdt van aaien. Hey, goede jongen. Je meisje. Oh, ik heb geknoeid. Het pludderzakje. Even in mijn tasje. Hoe is het met mijn grote vriend? Jullie willen iets lekkers, dan moet ik het al even gaan halen, want ik heb het niet bij. Nog meer kusjes komen er aan. Susie. Hey, Dushie. Zijn alle hondjes weer weg, hè? Kan je ook weer komen? Ja. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze weekendvideo. Hij heeft een hele poos geduurd. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En bedankt voor het kijken naar deze video. Heel veel liefs. Tot de volgende keer. Doei doei.